in de categorie Sporters met Beperking 2023. Zij weten de wind in de zeilen te krijgen. Quirine van Bommel en Bradley den Drijver. Deze geven voetballers blinken uit in sportiviteit. Social Kids Tilburg. Hij is altijd op zoek naar wat hij wel kan. Richard Kluwe. Zeilen vraagt om intensieve samenwerking. Dat helpt ons ook weer in het dagelijks leven. Aldus Quirine en Bradley. Zeilen kunnen ze. Eerste EK en derde WK. Ambities zijn er volop. Nog beter op elkaar inspelen, een krachtiger uithoudingsvermogen en nog sterkere been- en buikspieren om volledig buiten de boot te kunnen hangen. En het vaarbewijs halen om zelfstandig in een laser te varen. Samenspel. Iets vanzelfsprekends bij teamsport. Maar niet voor deze kinderen. Wat mooi dat ze in het G-voetbal leren dat rekening houden met elkaar maakt dat je ver kunt komen. Maar ook dat ieder ertoe doet en zichzelf mag zijn. Dat genieten en gezelligheid voorop staan. Dat verliezen niet erg is. En vervolgens winnen ze de sportiviteitsprijs van het G-voetbaltoernooi met tranen van blijdschap. Richard is 26 als hij MS krijgt. Hij grijpt golf aan om in beweging te blijven en als nieuwe sport waarin hij volwaardig speelt. Hij kan tegen zijn verlies, maar eist van zichzelf dat hij altijd goed spel levert. Met als resultaat Europees kampioen paragolf 2023. Zijn ambitie? Mensen met een beperking blijven inspireren om te sporten voor het hervinden van hun eigen waarde.